Goedemiddag en van harte welkom namens het Financiële Dagblad. En Jolt, vandaag wordt de meest duurzame engineer van 2018 gekozen. 3 finalisten strijden om die titel en natuurlijk om het opleidingsbudget van 5000 euro. Mijn naam is Maarten Bouwers, dit is de Challenge 2018. Wij hebben de ambitie om professionals en bedrijven die het verschil willen maken aan elkaar te verbinden. En als je dan vandaag hier bent, denk ik dat het een mooi voorbeeld is van professionals en bedrijven die het verschil willen maken als het gaat over duurzaamheid. Wij geloven heel erg in duurzame arbeidsrelaties. Kijk, wij doen dagelijks onderzoek naar wat is nu belangrijk. En wij geloven heel erg in dat professionals, maar iedereen eigenlijk in de wereld zich continu moet ontwikkelen om bij te blijven en duurzaam inzetbaar te blijven voor de toekomst. Hoe werkt de challenge? Er is een jury, er zijn 3 kandidaten. Alle 3 kandidaten gaan straks vanaf de stip een pitch geven van 7 minuten en daarna 8 minuten vragenuur. Voor jullie staat een ongelooflijk optimistisch gestemd persoon. En dat komt door de deelnemers. Althans, ik moet zeggen dat in algemeenheid komt het door innovatie en nieuwe technologie. En of de deelnemers daar een bijdrage, dat zullen we straks aan het eind van deze challenge gaan zien natuurlijk. Maar innovatie en nieuwe technologie maken mij de laatste jaren ongelooflijk optimistisch. Mag ik u even een paar jaar terugnemen naar, laten we zeggen, 2009. In energieterm is dat gisteren. Hè? 2009, toen windmolens op zee werden neergezet voor 16 cent per kilowattuur. Dat was de subsidie die nodig was voor de technologie van toen. 16 cent per kilowattuur. Als je daar de hele Nederlandse energievoorziening mee van stroom wil voorzien, 16 cent per kilowattuur, dan kost dat ongeveer 580 miljard euro. Maar inmiddels, nog geen 10 jaar later, zetten we windmolens op zee, verder uit de kust dan dat oude park. Grotere molens dan dat oude park. Dieper water dan dat oude park, dus in principe duurder. Nee, 0 cent subsidie. Van 16 cent naar 0 cent subsidie in nog geen 10 jaar tijd. Dat is niks anders dan een revolutie. En dus door technologie en innovatie is dat gekomen. En hetzelfde geldt natuurlijk voor zonnepanelen. En nog geen paar jaar geleden was je op een feestje van je rechtse oom toch een beetje een sneu milieusok met je zonnepanelen op je dak. Zal wel ergens goed voor wezen, al die dure blauwe platen, iets voor het milieu of zo. Maar nu ben je zonder zonnepanelen op je dak en die van je eigen portemonnee. Want als je zonnepanelen op je dak installeert, inclusief alle arbeidsvoorwaarden die daarbij horen, waar ik als sociaaldemocraat heel trots op ben, maar het is wel duur. Want ze komen met z'n tweeën en ze bouwen en stijgen, want ze mogen niet vallen. Als je dat allemaal meeneemt, kost zonne-energie van je dak 15 cent per kilowattuur. Google maar eens op energieprijsvergelijker.nl, je komt niet onder de 19. Stroom van je dak is de goedkoopste stroom die er is. Vertel dat op het volgende feestje maar aan je rechtse oom. En elektrische auto's? Nog geen 10 jaar geleden wilde je niet gezien worden in zo'n elektrisch koekblik met een actieradius van niks. En nu? Hip, hot en happening. Het zijn ook auto's van een ton, dus er moet nog een hoop innovatie bij, want ik wil dat die auto straks voor iedereen beschikbaar is. Innovatie en technologie gaat onze wereld veranderen, maar nog niet snel genoeg. Al die spectaculaire ontwikkelingen die ik net beschreef van de afgelopen 10 jaar zijn niet genoeg. Als je kijkt naar de rapporten van het IPCC en anderen over wat klimaatverandering ons nog gaat brengen en als we niet snel genoeg zijn, onze kinderen het leven vreselijk moeilijk gaat maken, die realiseert zich dat we nog ongelooflijk veel nodig hebben. Nieuwe uitvindingen, Alex, Avila, Onno, ik hoop dat jullie degene gaan zijn die de voorhoede worden van die volgende sprong voorwaarts. De afgelopen 10 jaar zijn we een heel eind gekomen, de komende 10 jaar, die hangt van jullie af. Succes! De industrie in Nederland kan zich meten met de wereldtop qua energieefficiëntie. En toch, als ik u vraag om een industrie-site in gedachten te nemen, dan is dit waarschijnlijk het beeld dat ongeveer bij u opkomt. Grote assets met daaromheen grote wolken stoom. Die stoom, dat is een teken dat we daar nog steeds energie verliezen. Want dat betekent dat er in eerste instantie gas is verbrand om stoom te produceren, die we uiteindelijk aan de lucht afblazen. Dit probleem willen we bij N21 tackelen met behulp van digitalisering. Waarom is dat relevant? Het energieverbruik in de industrie in Nederland is gigantisch. Het is 1/3 van het totaal, zoals je hier ziet. We moeten daarbij eigenlijk een splitsing maken in ongeveer een 50-50 verdeling. De helft is klassiek energieverbruik, bijvoorbeeld elektriciteit, bijvoorbeeld gas. De andere helft is eigenlijk de intrinsieke opslag van energie in grondstoffen. Of eigenlijk het feit dat we olie als grondstof gebruiken en dus die energie opgeslagen wordt in één product. Dat is een uitdaging waar de industrie
op dit moment heel erg hard mee bezig is. Hoe kunnen wij af van olie en gas als grondstof en gaan we naar bijvoorbeeld CO2 en biomassa als grondstof? Die technologie zal echter niet, is de verwachting, voor 2040 op industriële schaal toegepast kunnen worden. Willen we dus de doelstelling uit het klimaatakkoord halen met betrekking tot CO2-reductie, dan zullen we ons moeten focussen op die andere taakpunt, het energiegebruik. Dat betekent meer energie-efficiëntie. Er zijn twee statistieken van belang. Als we kijken naar die taakpunt, je noemde al even de Big 12, Diederik. 12 bedrijven in Nederland zijn verantwoordelijk voor 75% van dat energieverbruik. Van die 12 bedrijven is 80% van hun energiegebruik vindt plaats in de vorm van warmte, met andere woorden stoom. Want stoom is de energiedrager voor warmte in de industrie. Dat betekent dus dat op het moment dat wij dat stuk gaan targeten met onze oplossing, we met een implementatie bij relatief weinig partijen, 12, een ontzettend grote impact kunnen hebben. Laten we kijken wat onze oplossing precies behelst. Als energiemanager van een industrie-site zoals deze, is elektriciteit en gas is niet mijn grootste zorg. Want elektriciteit en gas kan ik afnemen uit het net, zonder dat ik me druk hoef te maken over of er wel genoeg geproduceerd wordt. Want dat doet namelijk de netbeheerder voor me. Voor stoom is dat een heel ander verhaal, want daar ben ik als energiemanager juist verantwoordelijk voor zorgen dat er genoeg geproduceerd wordt. Want mijn primaire productieprocessen mogen niet in gevaar komen. Dus er moet altijd genoeg warmte beschikbaar zijn. Als ik me dan bedenk dat zo'n industrie-site, waar we er echt een aantal van hebben in Nederland, bestaat uit 30 of 40, misschien wel 50 individuele fabrieken die met elkaar verbonden zijn, dan is dat plannen van de stoomvraag en de stoomproductie op zichzelf al een heel groot complex probleem. Dat wordt alleen maar complexer op het moment dat je realiseert dat niet alle processen op die site energie vragen, maar ook warmte leveren. Een exotherm chemisch proces. Die warmte wordt veelal gebruikt om stoom te produceren. Verder zie je dat veel reststoffen, producten die we aan het eind van de keten overhouden, waar we niks meer mee kunnen, die worden verbrand. En ook die warmte wordt teruggewonnen om stoom te produceren. Dat is op zichzelf natuurlijk een fantastische slag in energie-efficiëntie en misschien wel een van de redenen waarom wij ons nog steeds op die wereldtop bevinden, omdat we dat als maatregel hebben genomen. Maar als energiemanager zie ik mij dus geconfronteerd met twee stromen van stoombron waar ik eigenlijk geen controle over heb. Daarmee wordt het hele plannen van vraag en aanbod in mijn stoomketen zo complex dat we eigenlijk zien dat de praktijk is dat er een vrij grote veiligheidsmarge wordt aangehouden, waarmee ik dus veel meer stoom produceer, om maar te zorgen dat ik altijd genoeg stoom beschikbaar heb voor mijn primaire processen. Wat we doen bij N21 is met behulp van data, en dan heb ik het over meer data, betere data en vooral automatisering van dataprocessen, zorgen dat die energiemanager tooling krijgt om dat planningsproces veel beter te laten plaatsvinden. De potentie hiervan, op basis van projecten die we al hebben gedaan, en als ik kijk naar het energieverbruik in Nederland, in met name de petrochemie, de chemie, in zekere zin de papier, maar dat is een stuk kleiner, dan denken wij dat we hier ongeveer 3/4 megaton CO2 mee kunnen besparen. Dat is, om het in de context te zetten, ongeveer 5% van de reductiedoelstelling in het klimaatakkoord. En daarmee op zichzelf denk ik al een hele beloftevolle ontwikkeling. Als ik iets langere termijn denk, dan zie ik die ontwikkeling naar grondstoffen die heel anders gaan worden. Er wordt misschien niet meer een continue stroom van olie of gas die ik ga gebruiken in het chemisch proces, maar biomassa, die misschien niet altijd verantwoordelijk is. CO2, waarvan ik maar moet kijken in welke mate die wordt aangevoerd. Dus daar zie je al dat planningsproces, wat we nu bij stoom hebben, dat wordt uiteindelijk ook in je grondstoffenketen gaat dat spelen. Hetzelfde met power to heat, de ontwikkeling waarbij we duurzame elektriciteit willen gaan gebruiken om warmte te gaan produceren. Ook daar zul je zien, je zal elektriciteit willen gebruiken op het moment dat er een overmaat is omdat het hard waait op de Noordzee. Maar dat betekent wel dat ik opeens elektriciteit niet meer kan beschouwen als een commodity die altijd beschikbaar is, maar eigenlijk die ik wil gebruiken op het moment dat de prijs laag is. Dus ook daar zal het planningsproces gaan spelen. Het belangrijkste voordeel, wat mij betreft voor onze oplossing, is het is een relatief lage investering. Zeker gezien de impact die we kunnen hebben op CO2. Het is software, dus het is sowieso gezien de asset investeringen die normaal gedaan worden, relatief goedkoop.
Maar bovendien, de plans hoeven niet worden stilgezet. Als ik dit allemaal meeneem, dan denk ik dat we op korte termijn veel impact kunnen hebben. En dat we op lange termijn eigenlijk bijna een randvoorwaarde is dat we op deze manier gaan digitaliseren. Op weg naar een volledig duurzame industrie. Dank u wel. Ja, je moet zo idealistisch zijn of eigenwijs, en dat komt vaak bij ingenieurs wel goed, om toch door te beuken als er wat barrières zijn en erin te geloven dat jij er wel doorheen komt. Ja, maar Shell is in de kern natuurlijk nog altijd voor het overgrote deel een oliebedrijf. Gasbedrijf. Olie- en gasbedrijf. 2,7 miljard winst per jaar, daarmee het grootste bedrijf van Nederland. Een grote bijdrage aan die Nederlandse economie. En de vraag is dus, als je zo'n groot bedrijf hebt, je had het zelf over economische impact als bedrijf, wat voor verantwoordelijkheid heeft Shell dan ook om de kern van zijn eigen bedrijf steeds verder te verduurzamen? Ja, dat zien we ook en dat nemen we ook. Dus Shell is een, wat je zegt, nu een olie- en gasbedrijf, maar wil natuurlijk in de toekomst ook blijven bestaan als energiebedrijf. Ziet deze uitdaging al heel lang. Maar we zijn daar ook mee bezig. En heel veel mensen, dat snap ik ook, zeggen, ja, het is allemaal nog te klein. Hè? 2 miljard, je zou er meer kunnen doen, maar 2 miljard is best wel heel erg. Aan duurzame projecten. Aan duurzame projecten is best al wel heel veel. Ja. Maar we zijn daar keihard mee bezig. Ik werk natuurlijk op de postzegel die Nederland heet. En als we kijken wat we de afgelopen 3 jaar aan stappen hebben kunnen zetten, dan heb ik er echt vertrouwen in dat we de tanker echt het blijft natuurlijk parallel gaan, want Shell blijft ook nog meedingen naar nieuwe gas- en olievelden in de wereld. Ja, maar die blijven ook nog nodig. Als je kijkt naar Nederland, dan op het moment, 98% van al onze auto's gaan gewoon nog naar een tankstation. Ja, die willen nog wel benzine hebben. De mensen douchen nu nog met een boiler of een cv. Dat straks anders moet, dat begrijpen we ook. Maar de weg daarnaartoe zullen mensen toch nog steeds warm willen douchen. Dus het overgrote deel, we hebben het nu in het regeerakkoord, en ik zit ook aan een van de tafels, hebben we het over de helft van de CO2 reduceren in 2030. Ja. En ik denk dat het kan en het gaat ons ook lukken. Nou, algen kweken in lokaal afvalwater op Curaçao voor de productie van biobrandstof. Dat is zoiets kleins, zo'n onwijs grote probleem in de wereld, namelijk onze klimaatopwarming, kan oplossen. Tijdens mijn master aan limnologie, oceanografie aan de UvA heb ik dus ook een scriptie geschreven over het genetisch manipuleren van algen voor de productie van biobrandstof. Het was hier ook dat ik erachter kwam wat voor enorme potentie algen hebben voor als duurzame energiebron. Toch in het verleden bleek algen-biobrandstof niet zo succesvol te zijn. Daarom heb ik nu een business case ontwikkeld die het wel succesvol maakt. Cariebalgen omvat een uniek, realistisch en multidoelen aanpak om klimaatopwarming tegen te gaan, namelijk door het kweken van algen. Het bevat de ideale combinatie van factoren, namelijk dat Curaçao de ideale weerscondities heeft voor het kweken van algen, namelijk veel zonlicht en veel grote stukken land die niet gebruikt kunnen worden voor landbouw. Daarnaast heeft Curaçao een heel groot afvalzuiveringsprobleem. Dagelijks komen er zo'n 15 van dit soort tankerwagens op deze locatie om hun industrieel afvalwater te lozen. En dat komt allemaal terecht in de zee. Staat gelijk aan 300.000 liter afvalwater die op het koraalrif komt. Ik kan voorstellen wat dat voor impact heeft. En terwijl wij wereldwijd er ons best aan doen om juist deze ecosystemen te redden. Door dit afvalwater op te vangen, hebben we een kostefficiënt kweekmedium voor de algen. En tegelijkertijd recyclen we niet alleen het water, maar zuiveren het ook meteen. Nog een factor, belangrijk factor die meespeelt, is de Isla-fabriek. Al jarenlang stoot deze fabriek op Curaçao heel veel giftige gassen uit, waardoor de lokale bevolking onwijs vreselijke levensomstandigheden heeft. Mede daardoor ook is Curaçao op dit moment de 1 na hoogste CO2-uitstoter per capita van de hele wereld. En dat voor zo'n klein eiland.
Door het creëren van een algenproductieplant op Curaçao zijn we niet alleen maar als vervanging van de ISLA-fabriek, maar ook werkgelegenheid aan het creëren voor alle huidige werknemers van de ISLA, omdat het vergelijkbare kennis vraagt. Al deze factoren bij elkaar, inclusief mijn opgroeien en passie voor het eiland zelf, omdat het nog steeds voelt als mijn tweede thuis, zorgt ervoor dat we wel op reële kosten brandstof kunnen produceren die de huidige productie van brandstof kan vervangen van de ISLA. Ik geloof dat de oplossing van de kiwi-casus ligt door het kweken van afval, of van algen in afvalwater op Curaçao. En daarom wil ik ook beginnen met een pilot setup op Curaçao, waarbij ik het eerst kleinschalig zal optimaliseren. Met mijn academische achtergrond, kennis en contact van het eiland, als de enorme vraag van Curaçao zelf om de voorgaande problemen op te lossen, geloof ik dat Cariebalgen een waar succes zal zijn. Ik ben de meest duurzame ingenieur van 2018, omdat ik niet alleen werk aan het redden van koraalriffen, ook het verbeteren van de leefomstandigheden van de huidige situatie op Curaçao, maar daad ook werkelijk om het klimaatprobleem op te lossen. Namelijk door een brandstof te produceren die niet alleen maar minder CO2 uitstoot, maar ook daadwerkelijk CO2 opneemt tijdens de productie ervan. Dankjewel. Duurzaam minded en van oorsprong creatieve industrieontwerper heb ik binnen Robot en Los Infa de gave taak om te kijken waar wij kunnen innoveren om klimaatdoelen te halen. Ik kijk om me heen, ik reken, ik laat me inspireren door andere sectoren en stel natuurlijk heel veel domme vragen. En in die zoektocht kwam ik een gigantische energiesurfer tegen. Eentje die wij bouwen en waar heel Nederland elke dag gebruik van maakt. En deze energiesurfers gaan wij nu energie neutraal maken. Door 3 klimaatinnovaties. We gaan gelijkstroom toepassen, we gaan licht, zonlicht gebruiken om te verlichten en we gaan grootschalige energie opwerken en deze opslaan. En op deze manier weten wij van energiesurfers energie neutraal te maken. En gelukkig doe ik dit niet alleen. Ik sta namelijk voor een fantastisch team van Cromont en Los Infra die niet alleen goede ideeën heeft, maar deze ook echt buiten werkelijkheid weten maken. U snapt natuurlijk al lang waar ik het over ga hebben. Tunnels. Volgens Rijkswaterstaat zijn tunnels echt een energieslurper. Een gemiddelde tunnel gebruikt ongeveer hetzelfde als een hele woonwijk van al 3.500 huishoudens. In 2020 zal het aandeel energiegebruik van tunnels ongeveer de helft zijn van het totale energiegebruik van Rijkswaterstaat. En dat is 75 gigawattuur wat neerkomt op 8.500 waterkokers die een jaar lang dag in dag uit gewoon aanstaan. Daarom stimuleren Rijkswaterstaat en overheden de energiereductie van tunnels. Het probleem is niet alleen een technisch probleem. De topvrouw van Rijkswaterstaat, Michelle Blom, baalt van de lage innovatiegraad in de infrasector. Als innovatiecoördinator zie ik daarvoor 3 dingen. Ten eerste is het zo dat je nieuwe dingen moet testen, dat je ze moet prototypen. En het is zo dat met een waterkoker is dat nog wel te doen, maar met een tunnel blijkt dat een behoorlijke uitdaging. Daarnaast is het zo dat tunnels hebben vaak een beschikbaarheid van 99%. En dit zorgt ervoor dat we eigenlijk geen tunnel in Nederland hebben waar we deze innovatie zomaar kunnen testen, want er rijdt immers gewoon continu verkeer omheen. En als laatste hebben we namelijk te maken met een terechte cultuur van veiligheid en beschikbaarheid. En dat maakt het soms lastig om nieuwe dingen te introduceren. Nou, daarom is dit de klimaatchallenge. En gelukkig zijn specialisten zoals wij die met oplossingen komen. Wij gaan namelijk deze energiesurfers energie neutraal maken met 3 klimaatinnovaties. We gaan gelijkstroom toepassen. Eigenlijk, de meeste apparatuur ter wereld werkt op gelijkstroom. Alleen wordt gevoed met wisselstroom. En wat wij gaan doen is deze voeden op gelijkstroom en daarop besparen we per tunnel, dus per jaar al snel 200 huishoudens. Ook gaan wij zonlicht over glasvezel toepassen. Je zou het namelijk niet zeggen, maar in een tunnel gebruikt voornamelijk overdag de meeste energie, omdat er een ingangsverlichting is die eigenlijk in strijd aan moet gaan met het zonlicht om ervoor te zorgen dat er geen zwart gat effect is bij het indrijven van de tunnel. En welk licht
kunnen wij nou beter gebruiken overdag als er veel zonlicht buiten is? En als laatste, als derde, gaan wij grootschalige energie opwekken in de zonnepanelen en deze ook lokaal opslaan. Dan zou ik als ingenieur toch even wat meer willen vertellen over deze verschillende technieken. Gelijkspanning. Zoals ik al zei, werkt de meeste apparatuur op gelijkspanning, maar is ons energienet op wisselspanning. Dus wat wij gaan doen is deze apparatuur ook al direct op gelijkspanning van energie voorzien. Dit klinkt misschien niet spannend, maar dit wordt wereldwijd nog in geen enkele tunnel toegepast. En bespaart toch al snel een hele hoop aan energie. Als tweede gaan wij lenssystemen op de tunnel plaatsen die zonlicht opvangen van de zon, meedraaien met de zon en die dat vervolgens bundelen in een glasvezelkabel die dat dus over een lengte van 100 tot 150 meter tot onder de grond brengen en dat daar weer uitstralen. En op die manier kunnen wij dus de ingangsverlichting, wat de grootste energieverbruikersinstallaties van de tunnel, 25%, kunnen wij dus nagenoeg naar nul brengen. En om dat te testen, zonder dat wij verkeersgebruikers in gevaar brengen, ontwikkelen we dat, testen we dat in een virtuele omgeving. Daar wil ik je nu iets van laten zien. Dus hier zien we dat er twee standen zijn. Dus goed weer, veel zon. Hoge curve zien we daar verschijnen. En het is bewolkt weer, lage curve. Het verkeer rijdt gewoon lekker door, terwijl we het kunnen testen in die virtuele omgeving. En hier zien we dan de verschillende lenssystemen die op de tunnel staan en met de zon meedraaien. Yes, daar gaan ze. Gaaf. Als laatste, als derde, gaan we grootschalig energie opwekken met zonnepanelen en deze op elkaar opslaan. En dat laatste zijn we gaan onderzoeken. Er zijn steeds meer technologieën beschikbaar om dat te doen. We kunnen denken aan waterstof, accu's. We kunnen denken aan lithium-ion. En dat zijn we allemaal aan het onderzoeken. En wat ik ook heel gaaf vind, is eigenlijk om te bedenken dat we hiermee dus ook het landelijke energienetwerk kunnen gaan stabiliseren. Sneller meer duurzame opwekkers in kunnen komen zonder dat het uit elkaar valt. Maar dat is het grond ook nogal een beetje toekomstwerk en dat gaan we zo nog doen. Dus ik zou het eigenlijk vandaag nu willen houden bij wat we nu al doen. Want we zijn namelijk niet alleen bezig aan de tekentafel, we zijn dus ook echt buiten aan het bouwen. We gaan namelijk in de Rijnlandroute, dat is een nieuwe tunnelverbinding tussen de A4 en de A44. Misschien bekend omdat het komt bij de molentje te staan wat langs de A4 staat. Gebouwd door combinatie Komel 5. Gaan wij als eerste tunnel ter wereld, gaan we aan twee kanten van de tunnel een zonlicht over glasvezelsysteem toepassen. Het leuke is dat je daar vanaf 2022, 2023 dus ook echt zelf onderdoor kan rijden. Daarnaast krijgt de nieuwe verbinding bij Rotterdam tussen de A13 en de A16, gebouwde combinatie de Groene Boog, een gelijkspanningsnet, ook een stuk zonlicht over glasvezel en gaan we dus ook grootschalig energie opwekken en het lokaal opslaan. En op deze manier ga ik de klimaatchallenge aan als innovatiecoördinator, samen met ons hele team en natuurlijk samen met al onze projectpartners en leveranciers en ook opdrachtgevers. En we staan dus niet alleen aan de tekentafel, maar weten dit dus ook echt buiten te realiseren. We staan dus als ingenieurs in de projecten en weten zo deze klimaatoplossingen werkelijkheid te maken. Dankjewel. Ja, en kun je dan tegelijkertijd, denk je, in de toekomst, misschien in 2030, 40, in zo'n bakje te zitten? Ik moet ongeveer 50. 50, dus ja. Een soort van bus, een soort bus laat ik vol. Een soort trein alleen dan, super snel. Alleen maar 500 km per uur. Ja. Dankjewel. Fantastisch, hier was het. Jurje, ga lekker zitten. Jurje Lowe, ja! Hé, goed jongens, lekker. Ik vind het toch wel spannend, weet je. Ik kijk hier gewoon omheen, allemaal gewoon jonge, gemotiveerde mensen in het midden van een carrière. Wij gaan dit allemaal nog meemaken. Dat is lekker, hè? Dat is toch wel fijn. En uiteindelijk gaat Avila met applaus publiekswinnaar. Hoe kan ik dit zeggen? Wij zetten dit om in hetzelfde puntensysteem van 3, 2, 1. Dus de percentages doen er niet meer voor. Niet meer toe. Je ziet het al. Frank, mag ik jou als eerste vragen aan wie jij jouw punten gaat geven? Het is niet in die volgorde, maar ik volg het publiek. Jij volgt het publiek. Avila krijgt 3 punten, Onno 2 en Alex 1. Ja. Belangrijkste motivatie? Mijn belangrijkste motivatie voor de Avila is, het is een werkelijk vernieuwend idee. Je creëert brandstof op een nieuwe manier. Je biedt een alternatief voor een raffinaderij die zijn langste dagen heeft gehad. Je biedt nieuwe werkgelegenheid. Je lost een afvalprobleem op het eiland. Kortom, werkelijk vernieuwend. Juist, een goed idee. Edouard, hoe ziet jouw puntenverdeling eruit? Ik heb 3 voor Wila, 2 voor Onno en 1 voor Alex. Ook jij volgt
Frank en het publiek belangrijkste motivatie? Ik zie het meeste potentie in de brandstoffen van Avila. Zeker als vervanger voor een huidige systeem. Yes. En om niet een hele nieuwe brandstof te creëren, maar heel veel potentie om gewoon op een goede manier, dezelfde brandstof te... En dat vliegtuig naar Curaçao te laten vliegen op de Algen. Daniel? Ik heb 1 punt voor Alex, 2 voor Avila en 3 voor Omo. De tunnels, waarom? Nou, binnen zo'n ontzettend conservatieve markt dat je zoiets voor elkaar kan spelen, is ontzettend knap. Ja. En daar breng je, gezien het zulke energieslurpen zijn, heel veel teweeg. Dus vandaar de 3 punten voor. Yes. Dat betekent dat, Diederik, jij hebt dubbele punten. Ja. En als ik naar de score kijk, dan ga ik Alex teleurstellen dat hij in theorie al niet meer kan winnen, maar ik ben dan wel geen beta. Ik hoop dat je wel gelijk hebt. Geef u een warm applaus, Alex Strijdselaar! En dat door die dubbele punten onder nog wel kan winnen. Dus ik wil heel graag wat ze doen. Direct maar zeggen wie er wint en dan de punten invullen. Jij kunt rekenen. Ik praat naar de winnaar. Toe. Ja, dat is goed. Ga je gang, Diederik. Want Alex heeft wel niet gewonnen, maar was natuurlijk wel een man met een ongelooflijk gelikte presentatie. En uiteindelijk waarschijnlijk de meeste CO2-reductie. Als je zo kijkt waar hij aan de slag kan bij die Big 12. En de deal met Shell. Die deal, de afspraak met Shell. Ik ben maar ze gaan bellen, heb ik gehoord. Dus dat komt helemaal goed. Onno is de man die van het saaiste onderwerp van Nederland de gaafste presentatie kan geven. En dat zelf ook nog voelt. En daar inderdaad de innovatie op toepast. Die we heel hard nodig hebben. Maar de spannendste innovatie kwam toch van Curaçao, het mooiste eiland. Van de dame bij wie de presentatie misschien nog wat haperde, maar bij vraag en antwoord zag wat de passie was die zij voor die innovatie heeft. Alle kennis zit daar, alle liefde voor het eiland en voor het product. Onze winnaar van vanavond is Avila Lindgren. Avila Lindgren! De winnaar van de Dutch Engineering 2018 is bekend en is Avila Lindgren. Wow! Hartelijk gefeliciteerd. Yes. Avila, ja, de bloemen bij opleidingsbudget. Dankjewel, Diederik, voor de mooie en ware woorden. Ga lekker zitten. De winnares, duurzame engineer 2018. Ja. Bij de Oscar-uitreiking krijg je dan die 18 seconden om alles te bedanken en te zeggen wat je moet zeggen. Wat gaat er door je heen? Goeie vraag. bedankt. Alles gewoon. Ik weet niet, mijn opleiding, maar ook natuurlijk mijn achtergrond in Curaçao. Dat had ik ook sowieso de hele combinatie met afvalwater en islam en zo. Had ik ook nooit kunnen weten als ik daar nooit was opgegroeid. Dus, Je krijgt een opleidingsbudget bij. Je hebt op dit moment een baan bij Shell. Wil je het vanuit daar doen of zet je de ondernemersstap zoals Diederik dat ook beschreef van wat de jonge studenten tegenwoordig doen? Om een grote next step te zetten in dit duurzame project. Ja, goede vraag. In principe een samenwerking met Shell zou fantastisch zijn. Maar als niet, nou, dan ga ik gewoon zelf. Want je wil door. Dames en heren, winnaar van de Duurzame Engineer 2018, Avila Lindgren. Dankjewel. Ga lekker bij de kandidaat staan. Een warm applaus voor Alex.